Welkom bij een nieuwe video. Ik vind een nieuwe video altijd heel raar klinken, want ik maak bijna niet meer dit soort video's. Maar welkom. Mijn vriendinnetje Lotte, Lotte Das Beauty, heeft laatst een hele leuke video gemaakt. En daar vroeg ik haar, vind je het goed dat ik dat ook ga doen? Want ik vond het zo ontzettend leuk. Ze heeft namelijk haar zus en vriendinnen gevraagd om een outfit voor haar te shoppen. En dat pakte zo ontzettend leuk uit, dus ik heb haar gevraagd. Net als mijn vriendinnetje Robin, Shanna en mijn nichtje Meike. Ze hebben outfits voor me uitgezocht en die ga ik dus passen. Ze hebben ook Lotte een filmpje gemaakt. Twee hebben een voice memo gestuurd in eentje en WhatsApp toelichting. Dus die ga ik jullie ook vertellen waarom zij zeg maar die outfit hebben gekozen voor mij. En dan ga ik de outfits passen en zeggen wat ik van vind. Gewoon helemaal eerlijk, vind ik het lelijk, zeg ik het ook gewoon. Dat vinden ze niet erg. Jullie mogen natuurlijk ook lekker zeggen wat jullie ervan vinden. Het blijft wel aardig natuurlijk, dat zou wel zo leuk zijn. Want super tof dat ze aan deze video mee willen werken. Even je duimpje omhoog als je het al leuk vindt. En dan ga ik nu beginnen. Ik ga gewoon een eerste tas pakken. Ik heb geen idee welke het is. Oké, de eerste zak. We hebben een witte blazer. Sommigen hebben wel schoenen, sommigen niet. Bijvoorbeeld Shan die had gezegd, die had bepaalde boots gestuurd die ik zelf ook in huis heb. Dus die heb ik er niet bij besteld. Maar die ga ik dan gewoon van mezelf aandoen. Volgens mij zit het de outfit van Meike, mijn nichtje. Volgens mij zit dit een witte broek. Oei, dit vind ik echt een hele lelijke kleur. Het valt mee hoe erg uit mijn comfortzone het is. Maar het zijn wel allemaal outfits die ik zelf niet zou dragen. Schoenen. Ik zei nog van jongens, kijk, je kunt hakken gaan uitkiezen voor mijn outfit. Maar, kijk, uit je comfortzone is leuk. Maar hakken draag ik gewoon niet. Dat ga ik gewoon niet doen. Voel ik me niet chill op. Vind ik niet lekker lopen. Dus zij heeft wel hakken gekozen. Maar ja, dat is haar keus. Dit is super, dit ga ik, ja, dat draag ik gewoon niet. Maar natuurlijk ben ik heel erg benieuwd hoe het staat. Laten we even gaan kijken wat zij heeft gezegd. Ik heb het niet gelezen nog. Hakken met vierkante voorkant, want ik denk dat jij die niet in je kledingkast hebt. Beige en wit zomerse kleuren. Je draagt nooit hakken, maar juist goed om te leren om nu wat lagere hakken te lopen. Daarom een laag hakje. Nou, Meik. Zodat je met uit eten en zo leuke hakken aan kan doen. Zij wil gewoon heel graag dat ik dat draag. Wel cute. Ik denk oprecht, als je oefent, dat je dan wel chill vindt om hakken te dragen. De broek denk ik dat je benen juist mooi accentueert. Het is high-waist, maar niet te strak. En de witte pantalon, de zomerbroek natuurlijk. Bodies vind ik zelf super chill, zijn cheap. Kan je goed combineren met een blazer of zonder iets eroverheen als het heet is. De blazer oversized en wit past bij de lichte outfit. Verder wil ik eigenlijk ook die oorbellen erbij. Moet je even de foto in de video laten zien. Ik had het wel... Dat had het iets meer afgemaakt, maar nu is het simpel but chic. Ja, ze wilde oorbellen, maar ik zei van ja, die vind ik echt zonde om te kopen voor 15 euro. Deze. Ik moet zeggen, ik vind dit super leuke oorbellen, maar ik vind het gewoon heel duur voor 15 euro. Nu ga ik me dus omkleden, pak mijn andere camera erbij en gaan we passen. Super spannend. Oh my god, er gaan zoveel gedachten door me heen nu. Oh, met deze camera kan ik niet heel goed de hele outfit filmen. Ik probeer echt, zeg maar, terwijl ik het aantrek, wil ik al zoveel zeggen. Maar dat heb ik, moet ik natuurlijk... Ik probeer al zo min mogelijk te denken terwijl ik me aankleed. Oké, de blazer is niet heel oversized. Dat maakt het echt minder. Je ziet dat hij een klein beetje strak zit. En het is zo raar, want het lijkt me dat hij hier niks onder draagt. En de kleur van de blazer is net een beetje anders dan de broek. De broek is echt heel wit. Ja, de hakken... Tuurlijk, hartstikke. Ja, het is sowieso heel leuk om mezelf zo te zien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het dus zonder blazer eigenlijk heel leuk vond toen ik het aantrok. Kijk, dit ding is echt... Je ziet al elk rolletje erin. Ik heb nog nooit iets gedragen wat zo hoog zit. Normaal hou ik er juist van als je ziet, als je hier je borst een beetje ziet en zo. Maar ik vind het echt wel wat hebben. Ik heb alleen echt het bloed heet. Het is echt heel benauwd. Maar oh my god, om mij zo te zien in zo'n outfit vind ik dus best wel geweldig. De blazer is gewoon eigenlijk echt te klein. Hij is eigenlijk net te klein. Ik zet trouwens alle linkjes, maten en zo in de beschrijving. Ik weet dus niet uit mijn hoofd welke maat. Dit knoopje matcht echt ideaal met die. Dat is heel leuk. Maar het idee... Ik snap zeg maar heel erg haar idee. En ik vind het stiekem best geweldig. Heel verrassend om mezelf zo te zien. Ik ga dit eens uitdoen. Ja, ik vind die broek... Ik zit echt te denken, hij zit trouwens fantastisch. Zal ik die broek houden? Als ik nou even die hakken weg doe, want kijk, dat ga ik gewoon dus niet dragen. Oh my god, ik vind het nu al zo'n leuke video. Met wat voor schoenen dan? Ik ga die broek sowieso nog eventjes, dat ga ik dan in mijn vlog doen. Ik ga die broek sowieso nog even stylen met dingen die ik in mijn eigen kast heb. Dit vind ik ook wel heel verrassend, zo'n strakke body. Zit er nou een dubbele laag of zo? Oh ja. Wat is dit randje hier? Het is echt
dit is, als je dus niet die vetjes hier hebt, of het wel hebt, maar het niet erg vindt. Ik vind het wel erg. Is het een heerlijke body trouwens. Echt een body, echt strak om je lijf. Ik heb mij niet dichtgeknoopt, dus je ziet dat hier een beetje zitten. Oh, dit is ook echt heerlijk. Het trekt alles strak. Dus dat is eigenlijk ideaal. Nou, ik loop al veel te lang te kletsen. Ik vind het best wel geweldig of zo. Het heeft echt iets. En als je zeg maar even zo kijkt, vind ik het, ik weet niet, ook echt wel, dit vind ik echt wel mooi bij mezelf staan of zo. Het is een beetje een gekke camera waar ik nu mee film. Maar ja, ja, ik vind het heel verrassend. Echt, ik vind mijn nichtje er stel namelijk ook altijd heel tof. Zij kan of heel stoer eruit zien of heel classy zoals dit. En zij wil me altijd wel graag in dat soort stijlen zien. Oh, ik had dus een soort van halve hipster. Dat zie je dus wel. Dus er moet echt een string onder. Schijnt dus wel een beetje door. Nou jongens, leuk. Dat was de eerste look van Mike. Ik vind hem echt verrassend leuk. Oké, dit was dus echt heel verrassend. Ik voel me er wel echt anders in. En ook leuk. Blazer past best wel bij me. Ik vind dit ook eigenlijk heel leuk. Ik voel me er wel sexy en vrouwelijk in. Dus het inspireert me sowieso heel erg. En natuurlijk, als ik dit durf te dragen, zo'n witte broek. Nou, dan ben je echt uit je comfortzone. Ik in ieder geval. Ik merk nu, als ik heb best wel buik, is gewoon mijn issue. Dus nu ik zit hier dan echt zo'n buikje. Dus ik zou dan echt lekker zo'n oversized blazer inderdaad of iets moeten hebben. Maar ik ga sowieso eventjes kijken wat ik zelf heb. Of ik iets kan vinden wat ik met deze broek zou durven te dragen. En dan ga ik die zeker houden. Maar laat echt weten wat jij vindt. Want ik wacht sowieso even met de reacties voordat ik alles terugstuur. Ik ben heel benieuwd. Dan gaan we nu naar de volgende. Oh, dit is zo leuk. Maar even, jongen, ik ben helemaal enthousiast, joh. Ik zit te kijken, ik wil het gewoon niet uitdoen. Het doet echt, ik vind dit ook heel tof en mooi. Zoiets. Dus ik ga echt wel hier iets mee doen. Of het nou echt, ik zal ook deze items worden of vergelijkbaar. Maar het zet me echt aan, denk ik. Ik ben helemaal blij. Ik vind het helemaal leuk. Voor de video van Lot heb ik dus een broek uitgekozen die nu echt een van haar favoriete broeken is. Ik vind het bij haar altijd geweldig om al die mom jeans en zo te zien. En ben heel erg bang dat het mij niet staat. Maar zij heeft dus een broek van Topshop voor me uitgekozen. Niet flared of zo. De kleur vind ik geweldig. Ik hou echt van spijkerbroek. Ik draag het gewoon niet vaak, want ik heb geen leuke. Maar ik ben zo benieuwd. Ik weet, het gaat sowieso mijn benen dikker maken. En ik ben nog heel erg bezig met alles moet zo flatterend mogelijk zijn. Maar ik hoop gewoon dat ik daar een beetje van af ga komen. Wat dat... Oh ja! Ze heeft... Ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik hou heel erg van spijkerjasjes en ook van paars. Maar deze is heel heftig. Een spijkerjack. Oh, een cropped van Urban Outfitters. Nee, van Urban Bliss. Dit. Echt wel een soort van fout gebleached. Ik vind hem een beetje cheapy of zo ogen qua bleach. Maar het kan heel leuk zijn. Een wit topje. Dat is niet echt uit mijn comfortzone. Ik ben trouwens gek op wit. Dus daarom vind ik... Beige, wit. Daarom vind ik die outfit die ik nu aan heb ook echt heel erg leuk. En ook benieuwd naar het stofje. Ik hou niet zo van polyester, maar... Oh, dit is ook van Topshop. Oh, mooi. Volgens mij heb ik nog dit topje zelf ook gekocht. Dit topje, dat is sowieso echt iets van mij. En had ze ook schoenen... Oh ja, bij haar heb ik wel de schoenen erbij gekozen. Want ze wilde volgens mij helemaal witte sneakers en dat heb ik niet. Dus ik dacht, nou, dan bestel ik die ook wel. Oh, ze zijn echt chunkier dan ik... Oké, nou, dit is echt wel iets voor mij. Wel een hele stevige, zware schoen. Maar dit zijn Puma sneakers. Het is wel echt een outfit voor mij. Ik bedoel, de broek is uit mijn comfortzone. Maar de rest niet echt. Maar ik ben onwijs benieuwd hoe dit staat. Dus ik ga dit uitdoen. En ik ga eruit... Oh, ik moet even het filmpje van Lot kijken natuurlijk. Die ga ik nu voor jullie in beeld plakken, maar ik wil ook horen wat ze zeggen. Dus ik ga even mijn laptop pakken. Hey Charlotte, ik vond het echt super, super, super leuk om een outfit voor jou uit te zoeken. Ik heb jou namelijk altijd al in een wat stoerdere outfit willen zien. Dus ik heb ook gekozen voor een hele stoere, lichte denim mom jeans. Nou, daar heb ik jou sowieso nog nooit in gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het je staat. Ik denk dat het vooral echt een kwestie van wennen zal zijn. En ik ben gegaan voor een, nou ja, eigenlijk een beetje een soort top als wat ik nu aan heb. Maar dan in het wit. Ook omdat je vaak natuurlijk toch een beetje t-shirt-achtige dingen draagt. Of dingen met lange mouwen. En ik denk dat je het ook prima kunt hebben om zo'n cami top te dragen. Met mooie kanten, details, knoopjes erop. Met een jasje. Superleuk. Maar dan wel weer met een stoerder jasje eroverheen. In een kleur die ik ook echt heel erg tof vind bij jou. Een beetje lila, paars-roze achter. Ik denk dat die kleur iets anders is ook dan Lotmat verwacht, to be honest. Ik denk dat zij wel snapt wat ik bedoel met die kleur, dat die een beetje vaag is. Ook van denim, dus ik hoop dat dat gaat matchen bij die denim mom jeans. Ik ben niet zo heel erg goed in combineren, zoals je weet. En ik denk ook dat het heel erg tof is met witte sneakers. Daar ben ik sowieso heel erg fan van. En ik denk dat dat ook helemaal past bij deze look. Dus ja, ik ben super benieuwd hoe het je staat. En ik hoop dat je het leuk vindt. Doei! Doei, Lottie! Ik heb Lottie net nog gesproken. Leuk! Ik ga passen, jongens. Tot zo. Oh my god, dit is zo leuk. Wat?
kan nog even jasje niet aan. Het topje is net misschien een beetje wijd. Ik denk dat als je hier zeg maar echt een strakke body indraagt, dat het ook heel mooi is. Maar het is een heel leuk en chill topje en niet zo zweterig. Maar mogen we even naar de broek gaan kijken? Ik vind het helemaal leuk. Oh jongens, ja, ik heb echt niet billen, maar in deze broek is best prima. Buik issue valt reuze mee. Ik vind dit geweldig. Oh, ik ben helemaal in shock. Die schoenen ook. Oh, Jolot, dit is zo leuk, hè? Jij vindt het ook leuk, hè? Wat is dit leuk? Die lengte van die broek. Het is helemaal fantastisch. Het zit lekker. Oh my god, ik vind het helemaal fantastisch. Dit soort video's wil ik echt vaker maken. Als je wil dat ik het vaker doe, dan vind je duimpje omhoog. Ik dacht, hoe leuk als kijkers outfits gaan uitzoeken. Oh my god. Jammer dat denim altijd zo stinkt, maar ik vind het helemaal geweldig. Oké, ik ga even de dinges doen. Nou, ik vind het jasje echt de look verpesten. Ook omdat het meteen lomper maakt, zeg maar. Maar die kleur, ik vind die kleur gewoon... Ik moet zeggen, als ik dit op iets anders zou combineren, vind ik hem wel leuk. Maar snap je wat ik bedoel met de kleur? Ik weet niet of het goed overkomt, maar... Nou ja, oké, zo vind ik hem leuker lijken. Maar ik vind hem een beetje... Het ziet er nep, echt zo geverfd uit. Ik vind het de look zeker niet leuker maken, dit jasje. Ik bedoel, ik snap het idee, want dit is... Ik doe altijd spijkerjasjes ergens overheen. Maar ik denk dat ik gewoon... normale denim spijkerjasje die ik heb, leuker zou vinden hierop. Dus dat zal ik ook wel even in mijn vlog gaan bekijken. Die broek hou ik sowieso. Ik vind de schoenen ook geweldig, maar denk ik, ja, ga ik nu zomaar Puma sneakers van 100 euro kopen. Terwijl ik heel veel sneakers heb. Maar het blijft natuurlijk ook niet mooi wit. Maar hoe leuk is dit? Oh ja, even pijpen oprollen. Ik ben benieuwd of jullie het wel leuker vinden met jasje. Ik dus niet, maar... En als je een jasje doet, zou ik er wel een strakker topje onder dragen. Ja, opgerold vind ik het ook heel leuk. Ik weet niet wat ik leuker vind. Wat vinden jullie? Ik vind allebei leuk. Even dat jasje nog uit. Dit zou ook... Ja, ik heb altijd een beetje moeite met blote armen. Maar goed, dat moet ik ook allemaal leren. Dit zou ook super leuk zijn. Oh, trouwens, spijkerjasje is wel lekker heel... Oh, zie je die verf, joh. Hij is wel... Ik vind dat helemaal niks, dat ding. Heel licht gewicht, dat jasje. Ja, dit vind ik geweldig. Wat zei ik? Weet ik niet meer. Ik vind het super leuk, Lot. Echt, ik word er helemaal enthousiast van. Ja, het maakt je benen wel dikker dan in een strakke broek natuurlijk. Maar ik vind het echt heel leuk. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Super leuk. Heel erg leuk. Ik ben zo benieuwd naar de rest. Echt geweldig. Ik moest natuurlijk mijn kleren aanhouden, maar ik heb ze nu alweer in de zak gedaan. Dus ik heb even mijn blouseje aangedaan. We gaan door naar look nummer 3. Zit in een doos. Oh, dit is die van Sean. We hebben... Een zwart jurkje. Ik heb volgens mij zij twijfelde tussen twee topjes. Dat heb ik ze per ongeluk allebei besteld. Dat is eigenlijk een beetje cheaten. Maar goed, ik ga ze lekker allebei doen. Zij heeft een jurkje met een shirt eronder. En een baret. En een hele gekke zonnebril. En daar moest ik dan dus mijn boots bij doen. Wat heerlijk, zo'n klein doosje. We gaan eventjes haar voicemail beluisteren. Ja, nou, ook mijn outfit. Ja, mijn inspiratie was eigenlijk de jaren 90. Volgens mij was toen zo'n shirt onder een jurk was toen echt een ding. Dus dat was soort van mijn visie. Ik heb dit trouwens wel eens geprobeerd. Het was echt verschrikkelijk, maar ik ben benieuwd. De main event van de outfit is de baret. En ik denk dat die echt heel leuk gaat staan. Ja, en dus de shirt onder een jurk. Ik heb gekozen voor een wit shirt eronder met korte mouwen. En de zonnebril, ja, ik typte gewoon in jaren 90 zonnebril. En toen kwam deze eerste optie. Ik was er zelf al een beetje sceptisch over. Ja, zo'n model ben je heel erg leuk zelf. Het is een fiasco. Ja, je moet daar gewoon echt een hoofd voor hebben voor zo'n kleine bril. Het is altijd heel leuk op foto's op je neus. Maar ik weet dat het me niet staat. Maar ik vind het wel heel leuk bij de look. Ik ben benieuwd. En de schoenen, ja, ik heb nu gekozen voor zwarte laarsjes. Maar ja, met witte grip of zo. Zou het ook denk ik heel leuk staan? Dat denk ik, hoop ik. In mijn hoofd zit echt een superleuke outfit. Maar ja, als het er niet uitziet, maak me even niet kapot in de reacties. Want ik heb echt mijn best gedaan. Ja, Sean heeft echt ziek goed haar best gedaan. Dat weet ik. Ik vond het echt spannend. Dus ik vind het heel leuk dat je het hebt gedaan, Sean. Ik ga het passen! Oké. Als eerste, het shirtje vind ik de mouwen net een beetje te kort. En het is mooi als het wat strakker zit. Ik weet ook nog steeds niet wat ik vind van een shirt onder een jurk. Oh, baret vergeet ik helemaal. Nee, ik vind het nu niet mooi. Ik vind het jurkje wel echt leuk. Ik moet even baret opdoen en de bril. Dit shirt is sowieso veel beter. De bril is echt wel gelukkig.
Sjan, kijk de bril. Even zonder bril, oké? Echt, het kan niet gewoon niet. Ik vind het idee leuk. Dit is sowieso een look die geweldig is voor een Instagram foto. Baret, ik heb een groot voorhoofd, dus het is gewoon geen baret. Dat kan niet. Terwijl, kijk, hij moet zeg maar zo vallen en dan over je voorhoofd. En dan vind ik het wel heel leuk. Maar sommige baretjes hebben ook gewoon minder stof dan andere. Maar ja, zo is het al beter. Ik snap de vibe, zeg maar. Ik vind de vibe echt geweldig. Echt een Française. Het is gewoon, en die baret is hem gewoon net niet, omdat hij net te weinig stof heeft voor mijn hoofd. Het jurkje is super leuk. Het is wel echt polyester, echt zo'n slipdress. Maar hij staat mooi. Wit shirtje sluit heel chill aan. Ik vind het heel leuk met hoe mijn haar nu zit trouwens. Deze look. Ik voel me echt Frans. Dus ik voel hem eigenlijk wel eerst. Die bril, dat is hem gewoon niet voor mij. En nu ziet het er ook echt heel raar uit. Maar beeld je even in dat de baret goed zou vallen. Vind ik het echt heel leuk. Nou, waarom krijg ik hem nou niet goed? Nou, we doen hem even af. Ik vind de baret echt top. Een andere dan die beter op mijn hoofd zit. Ik heb gewoon echt een groot voorhoofd. Dit is heel leuk. Ook met witte sneakers zou ik hem ook heel erg leuk vinden. Jurkje is volgens mij ook maar 20 euro of zo. Shirtje, deze bedekt goed mijn armen. Sluit lekker aan, om tot hier. Ja, ik vind het wel leuk bij mezelf staan. Ik voel wel, ik vind het heel leuk dat je hebt nagedacht over de bril en baret. Dat vind ik heel leuk. En dit is wel iets wat ik eigenlijk zou kunnen dragen. Niet heel erg uit mijn comfortzone, maar toch weer wel. Ja. Ik weet niet, dit doet me ook weer denken dat ik denk, ja, leuk om wat vaker een zwart jurkje te dragen. Met misschien meer accessoires erbij of zo. Want ik vond de baret echt tof. Leuk. Ook leuk. Zeker. Wow, wat zijn mijn benen raar bruin. Nou, top, Johnny. Oh, ik stoot super aan mijn enkel. Auw. Dan de laatste look. Dit is van mijn vriendinnetje Ro. Ik denk... Je, niet denken nu van wat een lullig iemand, want ik mag dit zeggen van Ro. Maar ik denk echt dat ik het verschrikkelijk ga vinden. Ro is echt mijn oudste vriendinnetje. En zij zegt altijd tegen mij van, oh, wat leuke kleding. En dan wil ze het lenen. Ik zeg bij haar vaak, Ro, wat heb je aan? Weet je wel, echt niet lullig bedoeld. Maar zij kan de gekste creaties en het staat er. Want het is gewoon een vrolijke krullenbol en haar staat alles. Maar als ik in haar kleding ga lopen, vind ik het verschrikkelijk. Ze snapte eerst ook helemaal niet hoe de video moest. En toen zei ze, ik heb één jurkje voor je gezocht. Bij Monkey. Ik zo, Ro, ik moet bij ASOS. En het moet een outfit zijn. En uiteindelijk is ze met een outfit gekomen. Ik ben zo bang. Het is heel heftig. Oh, trouwens, leuk ook met die ketting. Het is heel heftig. We gaan even de voice memo erbij pakken. Oh, jongens. Ik vind het zo leuk. Lot was in haar video ook echt zo lief tegen iedereen. En ik ben echt zo van... Nou, dat vind ik, ga ik heel lelijk vinden, maar dat mag, dat vindt ze helemaal prima. Hey schat, nou ik heb gekozen voor de outfit, omdat ik het shirt heel stoer vind. Dus het shirt, ja, ik vind het, de passen vind ik mooi. Ik vind, het is echt rood, ze vond het zo moeilijk. Ik zie nu ook echt gewoon struggelen met waarom ze het heeft gekozen. Sorry, ik ga stuk. Ik hou een beetje van oversized, nu weet ik dat jij dat niet heel vaak draagt. Maar ik wilde juist wel iets bestellen. Wat ja, een beetje alternatief, maar toch gewoon leuk. Ik hou niet van alternatief. Dus vandaar dat ik voor dat shirt heb gekozen. Dat is het. Het is een alternatieve outfit. En oh. Maar wie weet. Ik ben heel benieuwd hoe het je staat ook. Ik ook. Het kastje vind ik prachtig. Oh ja. Van alles. Die is wel leuk. Het kan op een zwarte outfit, maar het kan ook op een outfit als ja, die ik nu voor je geselecteerd heb. Daarom heb ik het jasje voor je gekozen. En de broek, ik zal hier heel eerlijk zeggen dat ik niet goed wist welke broek ik moest kiezen. En uiteindelijk is het deze geworden, ook omdat ja, het alternatief is. Het is anders. En met mooie hoge hakken denk ik dat het heel leuk uit kan pakken. En ik ben ook benieuwd naar de kleuren, hoe het je staat. Want ik weet dat jij ook van fleurige kleuren houdt. En dit is toch, ja... Ik hou van vrolijk, maar niet van kikkergroen. Iets in die richting. Ze moet hem ook lachen. Is dan, echt iets in die richting. Wow. Maar het is wel ook een beetje mijn stijl. Ja, apart, maar toch leuk. Dus daarom heb ik voor deze outfit gekozen. Zo, de kleur valt me mee. Ik zou dit nooit kiezen, maar ik dacht dat hij erger was. Ook dus een wijde broek. Met een heel dik... Dit wist ze sowieso niet.
Pyjama stof shirt met neon gele led. God, ik vind het zo verschrikkelijk. De blazer vond ik op de site mooier lijken. Daar leek hij een beetje grijs-wit en hij is bruin. Maar goed. Oh, dat is het. Oké, okay. Ik ga het passen. Thanks, Robby. Ik ga stuk. Rob. Oké, okay, ik moet het even serieus nemen. Maar het is omdat ik mensen die mij volgen, jullie weten wel, dan weet je wie Ro is. Dan, je mag lachen dan. Maar wees wel even lief. Maar ik mag lachen. Ik mag lachen. Want mijn beste vriendin. Oké, okay, het lukt me helaas niet om een shirt in de knoop te krijgen. Oké, okay, de broek is gewoon ook veel te groot. Dus dat is ook niet eerlijk. Ik moet al zeggen, het model staat best wel leuk. Hij is veel te groot. Ik vind de kleur echt niks voor mij. Maar, heel leuk knoopje trouwens. Het model? Leuk. Ik kan het gewoon niet goed beoordelen. Het shirt, ja, veel te groot. Veel te veel stof. Ik denk als je het nou roze zou het zeg maar namelijk dan zo dragen. Nou, dat is al veel leuker. Dan snap ik snap echt wel wat ze bedoelt hoor. Dit is echt niet lelijk. Ik wil het net heel erg lopen lachen, maar dit is niet lelijk. Stel dat dit nu een witte broek was of een kleur die ik wel leuk vond. Topje erop. Hij zit echt lekker. Het is echt een mooie stof. Ik zou serieus willen kijken of dit er nog in een andere kleur is en hem dan 2 maten kleiner bestellen. Want ik vind het model echt leuk. Eerlijk, echt een leuke broek. Als hij net iets anders was. Topje. Kijk, het is een soort badstoftop, maar ik denk dat er echt wel mensen zijn die dit heel leuk vinden. Ergens, weet je, ik loop wat te lachen, maar het heeft wel wat. Ik denk dat het wel echt een stijl is. Het groene wat dan een beetje terugkomt. Got the vibe. Alleen nu die blazer erop gaat, ga ik heel raar vinden. Maar goed, dat gaan we zien. Ja, dit vind ik gewoon niet bij elkaar passen. Ik zie rood dit nog wel dragen, als ik eerlijk ben. Dit vind ik een beetje Siska de Rat blazer. Hij stinkt heel erg. Maar we kunnen het niet beoordelen, jongens. Die broek is gewoon veel te groot. En ja, ik denk dat als Ro dit ziet dat ze nu keihard aan het lachen is en ook het niet echt een outfit vindt. Als ik hier nou... Ja, weet je, ik dacht ik kan nu die wat witte shirt eronder doen en ga kijken of ik het dan nog leuk vind. Maar ik vind die blazer echt niet leuk bij die broek. En deze blazer kan wel leuk zijn, maar ik denk niet van, oh, hele leuke blazer. Ik vind dan de look zonder blazer, dat kan ik dan nog wel snappen of zo, weet je, wat ik zei. Zo. Got it. Snap wat je bedoelde. Echt ook wel weer iets om over na te denken hoor. Die wijde broeken. Dit is niet verkeerd. Dus Ro, ik vind het hilarisch. Maar het is minder erg dan ik dacht. Dankjewel schat voor het uitzoeken en meedoen met de video. Jongens, dan was het. Dit shirt zit overigens wel echt heel lekker. Het is wel een heel bijzonder shirt. Dus misschien is er wel iemand die hem leuk vindt. Oh, super veel werk zo'n video, maar zo leuk. Niet normaal. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Dat jullie lief zijn voor mijn vriendinnen in de comments. En gewoon zeggen wat jullie... van de outfits, los van de persoon die het heeft gekozen. Ik vind het tof. Ik bedoel, ik had verwacht dat ik het veel enger zou vinden. Ik ben echt vroeger, als ik op theaterschool in de musical speelde, ik kreeg rare kleding aan. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het goed om gewoon eens een keer wat anders aan te doen. Dit soort gekke broeken en het helemaal niet zo walgelijk te vinden. Die groene kleur is trouwens best wel tof. Dus ik ben echt benieuwd of er nu kijkers zijn die zeggen, ja, ik ga dat wel, ik draag dat wel en ik stel dat zo en zo. Ik vind het echt minder erg dan ik had gedacht. Zo met mijn nagels en zo denk ik, nou, best leuk kleurtje. Dus meiden heel erg bedankt. Ik vond het echt heel leuk dat jullie hebben meegedaan. En aan de kijkers, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Dat je je duimpje omhoog hebt gedaan en lekker meekletst. En ik vond het helemaal leuk om weer een video op te nemen. Bedankt voor het kijken. En doei!